Hallo, we zijn gekomen bij som 18. Er is een grafiek getekend en verder staat er aangegeven twee vaste stoffen P en Q hebben dezelfde massa en die worden verwarmd. Welke stof heeft de kleinste smeltingswarmte? Wel, je kijkt naar die grafiek. Temperatuur is uitgezet tegen warmte, dat is Q. We hebben stof Q hier en we hebben stof P hier. Dan vragen ze welke stof de kleinste smeltingswarmte heeft. Oké, maar we moeten ook weten wat smeltingswarmte is. Smeltingswarmte is de hoeveelheid warmte of energie dat een materiaal moet absorberen om een bepaalde hoeveelheid massa van die stof van vast tot vloeibaar of omgekeerd te veranderen. Als we naar die figuur kijken, we zien dat bij het begin ze hetzelfde zijn, tot op een gegeven moment je hier een splitsing ziet. Ja? Je ziet dat je dus bij stof Q minder energie moet toevoegen om die stof te laten smelten. Dus stof Q heeft de kleinste smeltingswarmte. Het antwoord van deze som is B.